سادس من اركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر De zesde pilaar van iman is het geloof in de voorbeschikking. نعم, الايمان بالقضاء والقدر له اربع مراتب درجات. Deze kent vier niveaus: المرتبة الأولى العلم. أن تؤمن ان الله عالم كل شيء. Het eerste van deze vier is dat je gelooft dat Allah kennis heeft van alles, voorkennis heeft van alles. هي لا يخفى على الله شيء نيتس اونغات الله عز وجل المرتبه الثانيه الكتابه ان الله سبحانه وتعالى امر القلم بان يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعه الثانيه is الله عز وجل the uh, pen heeft om alles op te tot aan het المرتبه الثالثه انت تقول الان بعد الدرس اريد اذهب الى السوق شاء الله أن تذهب الى السوق تذهب شاء الله انك لا تذهب والله لا يمكن ان تذهب Het de derde, derde niveau is de wil, de eigen wil. Bijvoorbeeld iemand wenst naar de markt te gaan. Hij heeft deze wil. Deze wil die is echter gekoppeld aan de wil van Allah. Als hij wil om de markt te bezoeken, dan blijft deze nog afhankelijk van de wil van Allah. Het vierde is dat jij bent geschapen en jouw daden zijn ook geschapen.

Allah heeft, Je hebt de gedachte. Dat Allah jou heeft gemaakt tot de mensen van het paradijs. Daarnaast uh, onthoud je je niet van de smeekbeden door Allah te vragen. Om jou tot de paradijsgangers te laten behoren. Wa amal bi amal ahlijna, wa amal bi amal en ik handel naar de handelingen van de mensen van het paradijs. En niet naar de handelingen van de mensen van het helftuur. La ajma al-Iman. Ik dien de zaken gepaard te laten gaan: van geloven en kennis en handelen. Net zoals dat een dienaar het goede wenst in het wereld, dient hij dit ook in het Hirama's te wensen en daardoor ook goede daden te verrichten.